Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag: was Tesla nou slim om bitcoins te verkopen of juist dom? En de Republikeinse Partij in Texas wil Texanen het recht geven om allerlei soorten geld legaal te bezitten en uit te geven, of dat nu dollars, goud of digitale valuta zijn. Welkom bij aflevering 230 van de Cryptocast. Met nu eerst een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over bitcoin door de ogen van een macro-econoom met Jasper Lekezen. Welkom. Ja, dankjewel. Macro-econoom en hoofdredacteur van economenvakblad ESB. Goed, en mijn co-host vandaag is Paul Buitink, Managing Director van Holland Gold. Ook welkom. Hoi, Herbert. En een disclaimer: wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, het nieuws van Tesla is op zich al wat ouder. Heeft 3/4 van zijn bitcoins verkocht. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf. Tesla maakte daar zo'n $170 miljoen verlies op. Paul, welke reden had Tesla nou eigenlijk om die munten te verkopen? Ja, als we nog even terug in de tijd gaan. Iedereen kan zich wel herinneren natuurlijk dat Tesla aankondigde begin vorig jaar dat ze voor 1,5 miljard aan bitcoin had gekocht. En ook dat ze bitcoin zouden accepteren bij het verkopen van de auto's. Dat was natuurlijk fantastisch nieuws voor de bitcoin-gemeenschap, dat zo'n groot bedrijf en zo'n leidende figuur als Elon Musk bitcoin zo omarmde. Maar goed, inmiddels zijn de tijden wat veranderd. Met name omdat Tesla het ook wel op sommige gebieden lastig heeft. En met name als het gaat om de grote fabrieken die ze hebben gebouwd in Berlijn, in Austin en in Shanghai. Een aantal van die fabrieken, die heeft gewoon heel veel kosten. In Shanghai is er ook nog een lockdown soms. En blijft het onzeker hoe lang dat beleid van China ten aanzien van COVID doorgaat. Het gaat gewoon heel veel geld kosten. En voor de zekerheid, dat heeft Elon Musk zelf verklaard, hebben ze bitcoin verkocht om de cashpositie te versterken, om op die manier een onzekere toekomst aan te kunnen. Ja. En vanuit een ondernemersperspectief is dat wel te begrijpen. Ja, en ook nog achteraf bezien op een relatief goed moment, hè, want dat moet geweest zijn in april, als ik me niet vergis, toen de bitcoin nog op een middel 40 stond. Ja, ze hebben gemiddeld, verwachten ze rond de $29.000, verwachten marktanalisten, hebben ze per bitcoin gekregen. En nu staat de koers rond de $21.000. Dus in dat opzicht hebben ze het goed gedaan. Maar ze hebben wel een verlies geleden op de bitcoins, want ze hebben die vorig jaar voor een hogere prijs gekocht. Maar als ze lang hadden gewacht, hadden ze meer verlies op geleden. Dus in die zin was het verstandig. Ja, maar die $170 miljoen, ja, dat nemen ze dan blijkbaar voor lief. Dat is wat die betere cashpositie kost. Ja, kijk, ze hebben nog, als ik naar de balans kijk, eind juni hebben ze nog $18 miljard op de balans staan. Dus op zich zou je zeggen, ja, wat maakt die paar honderd miljoen dan nog uit? Ja. Maar goed, blijkbaar verwachten ze toch best wat zwaar weer. En was het absoluut nodig om te doen. Ja, Jasper, hoe denk jij over zo'n beslissing van Tesla? Ja, je ziet hier een botsing tussen een CEO, Elon Musk, die een hele particuliere opvatting over crypto heeft. En zijn bedrijf daarin meeneemt en zijn bedrijf dingen oplegt. En gewoon de corporate realiteit van een bedrijf dat zegt: Oké, we hebben die dingen nou eenmaal op de balans staan. We hebben geld nodig, want we moeten de mensen die de auto's maken in China betalen. En tegelijkertijd kunnen ze nu niet uitleveren omdat de havens in Shanghai dicht zijn. Dus ja. We krijgen nu het geld van onze klanten niet, want we kunnen hun auto's niet leveren. Dus zo'n bedrijf wat gewoon heel corporate zegt: Oké, we hebben liquiditeit nodig, dus we verkopen die dingen gewoon en dit is een goed moment. En je ziet dan ook dat zo'n Musk op zo'n moment voor zijn bedrijf gaat staan en die corporate, dat corporate verhaal overneemt. En op een ander moment zien we weer Twitteren of in hetzelfde persstatement 5-6 dagen geleden, geloof ik, zeggen: ja, maar de Dogecoin, die meme-munt, die houden we gewoon. Want daar geloof ik natuurlijk echt in persoonlijk zelf. Daar kun je ook nog steeds in betalen, hè? Voor sommige artikelen dan tenminste in de winkel van Tesla. Oké, dat is voor merchandise inderdaad. Ja. Maar goed, laat wel weten, hij heeft nog steeds iets van 25% van de bitcoins heeft hij nog. Dus zo ruim 10.000 bitcoins heeft Tesla nog. En ook heeft Elon heel erg duidelijk gezegd: het is geen oordeel over bitcoin dat ze dit nu verkopen. Het is puur gedreven vanuit ondernemersbelang. En Elon heeft er maar 16% van Tesla. Dus hij heeft ook echt wel te maken met een hoop andere stakeholders en shareholders. Dus hij kan het ook niet leiden alsof het compleet zijn eigen bedrijf is. En hij heeft ook rekening te houden met de wensen van de andere belanghebbenden. Ja, dat is helder. Jasper, wat vind je eigenlijk van bedrijven die bitcoin op hun balans zetten? Is dat überhaupt verantwoord? Nou, ik vind daar persoonlijk niet zo heel veel van.
verantwoord is een... Kijk, als bedrijven doen dit gewoon omdat ze als een soort hedge, of als een soort er is wat geld belegging, er is wat geld over. Ja. Laten we daar laten we dat dus daarin stoppen. En wellicht dat het omhoog gaat. Wellicht kunnen we het ook weer verkopen op het moment dat we geld over hebben. Want die markt is toch relatief liquide. Het leidt natuurlijk wel af van de primaire bedrijfsvoering. Dus ja. Ik bedoel, Tesla is gewoon een autofabrikant. En geen beleggingsfirma, nee, zeg maar. Dus het leidt wel af van het primaire maar proces. Maar dat geldt voor elk bedrijf. Dus dat is dan toch een oordeel, als ik zo mag zeggen. Nou ja, ik vind het niet heel handig als je in het bestuur van zo'n bedrijf zit. Dan zou ik de focus toch leggen op het maken van goede auto's. Ja. En die goed in de markt zetten. En dan zou ik dat... En je hebt daar weer een aantal dingen te regelen. Waaronder dat je gewoon goede mensen hebt en dat je geld hebt om die mensen te betalen en dat er winst uitgaat naar de aandeelhouders. Maar Het leidt af, ja. Maar goed, het goed beheren van je kas is natuurlijk wel inderdaad een wezenlijk onderdeel van een goede bedrijfsvoering. En gegeven de hoge inflatie waarin we zitten, en maken bedrijven zich wel zorgen over de waarde van het kasgeld dat ze aanhouden. En dan in dat licht moet je zien dat Tesla kijkt of ze hun kasgeld kunnen spreiden of diversificeren. Om op die manier wellicht beter in staat te kunnen zijn om met de inflatie op te gaan. Maar daar heb je Bitcoin natuurlijk niet voor nodig. Ik bedoel, dan kun je natuurlijk ook inflatiebeschermde obligaties kopen. Dan kun je ook andere bedrijfsobligaties kopen die ook relatief makkelijk weer van de hand zou kunnen. En de consequentie blijkt te zijn, Paul, dat je dus ook soms gedwongen kunt zijn om verlies te nemen. En ja, zeker. Ja. Ook. Ja, maar dan moet je wel... Ik ben het een beetje eens dat achteraf gezien was het geen goede beslissing geweest, want ze hebben nu dat geld nodig, ze hebben daar verlies op gemaakt. Dus ze hebben niet de inflatie verslagen, maar sterker nog, ze hebben het slechter gedaan dan inflatie. Ja. Maar je moet dat wel in je achterhoofd houden, denk ik. Als een bedrijf kijkt naar hoe ik best met kasgeld om kan gaan, dat ze allerlei verschillende instrumenten meenemen. Ja, inclusief ook wel de instrumenten jij net noemt, uiteraard. Zeg, en Paul, wat zegt dit nou over de staat van de markt? Dat een bedrijf dat gezien werd als strong hands, nu toch gaat verkopen? Elon Musk zelf heeft overigens zijn digital assets nog steeds aangehouden. Hè? Dus Elon zelf beschikt over Bitcoin, Ethereum en Dogecoin en ongetwijfeld nog wat andere dingen. Dat heeft hij aangehouden. Huh? Tenminste, voor zover we weten. Ja, ik denk dat we gewoon niet te grote conclusies aan moeten verbinden. Er zullen wel weer nieuwe bedrijven komen die Bitcoin gaan kopen en aanhouden. Ook Tesla zelf heeft aangegeven dat ze niet uitsluiten dat ze weer opnieuw gaan kopen. Kunnen nu tegen een lagere prijs weer inkopen, hè? Als ze dat zouden doen. Dat zou kunnen inderdaad. Ja, maar Maar dan nog, waarom zou je als bedrijf dit willen doen? Als je kaspositie wil beschermen tegen inflatie, dan koop je toch niet iets als Bitcoin, wat zo belachelijk volatiel is. Dan neem je toch gewoon weer andere risico's extra op je balans. Ja, de volatiliteit blijft een probleem met Bitcoin. Maar wellicht dat een Elon of een Tesla inschatten dat de volatiliteit zou afnemen. Of sterker nog, dat de asset in waarde zou appreciëren. En dat het in dat licht een goede belegging zou zijn. Ja, maar dan is dat je motivatie natuurlijk. Hè? Als die volatiliteit afneemt, dan zie je dat over de tijd. Die moet echt heel fors afnemen voordat dat de moeite waard is. Dus de primaire motivatie is dan dat je denkt dat het ding in waarde gaat toenemen. Ik wil het hier en dat is laten. Dat je motivatie. Ja, dankjewel, want we moeten naar het volgende onderdeel. Dat is namelijk de bespreking van de prijzen. Wel relevant. Evengoed, niet met Bert Slachter zoals elke week, maar nu met on-chain-analyst Rational Root. En zijn pseudoniem is dat uiteraard. Welkom, Root. Dankjewel, Herbert. Leuk om hier te zijn. Ja, zeg, de verkoop van Bitcoin door Tesla is dus al een aantal maanden geleden. Enig idee of we achteraf bezien kunnen zeggen dat is ongeveer toen geweest, want dat zie je terug in de koers of op de blockchain? Of merk je dat eigenlijk helemaal niet? Ja, we hebben natuurlijk wel. Ze hebben het natuurlijk in Q2 verkocht. Hè? Dus we hebben daar in Q2 ook meer dan een 50% daling gezien. Nu is het zo dat ik me kan herinneren, volgens mij, dat Tesla zijn Bitcoin bij de institutionele afdeling van Coinbase hield. Hè? Dus ze hadden dat niet bijvoorbeeld in een cold storage of zo, die we konden tracken met adressen speciaal gericht op Tesla. Het was dus onderdeel, volgens mij, van de balans van Coinbase. En daar hebben
hebben we eigenlijk al heel lang een daling gezien. Ook trapsgewijze dalingjes, wat ook wel eigenlijk deed lijken... Hè, van dat institutionele partijen daarbij betrokken waren. Wellicht hadden we daar ook meer signalen van kunnen nemen. Hè, van zou dat ook Tesla kunnen zijn geweest? We hebben natuurlijk on-chain een soort van constante verkoopdruk kunnen zien, hè, bij ook wat langere termijn houders. Ja. Maar we hebben dat niet helemaal terug kunnen tracken dat van Tesla was. Nee. Ik wil even een vermoeden dat ik heb tegen jou aanhouden. En dat is dat het effect neerwaarts op de koers van het verkopen door Tesla, eigenlijk minder is geweest dan het effect van de het effect op de koers van de bekendmaking is waarschijnlijk groter geweest dan het effect van de verkoop zelf. De markt is geschrokken van de bekendmaking en die verkoop is redelijk ongemerkt voorbij gegaan. Ja, de prijs van Bitcoin is natuurlijk altijd wel een beetje volatiel op een dag. Hè? Dus ik vind dat bij de bekendmakingen nog eigenlijk hartstikke is meegevallen. Hè? Want dat is toch wel wellicht groot nieuws, zou je kunnen zeggen. Ja. Achteraf gezien valt het wel mee. Hè? Want ze hebben dus ook niet om fundamentele redenen Bitcoin van die balans afgedaan. Het ging eigenlijk meer om cashflows, zoals Paul dat net al vertelde. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat het op zich goed is. Hè? Dat Bitcoin zelfs gebruikt kan worden voor dit soort doeleinden. En dat gewoon met relatief weinig problemen is gegaan. Dus ik zie het eigenlijk meer als positief. Ja. Want ook die verkoopdruk is natuurlijk ook achter ons nu. Hè? Dus in principe, ze hebben nog altijd wellicht iets van rond de 10.000 bitcoin in hun bezit natuurlijk. Hè? Dus dat is nog altijd wel een mooi aantal. Mm-hmm. Maar het grootste deel is inderdaad is nu weg. Dus die verkoopdruk is ook weg. Ja. Als we nu even algemeen naar bitcoin kijken, wat valt er op dit moment op? We zijn nu aan het schommelen geraakt tussen 20 en $23.000, heb ik het idee. Ja, we waren dus vorige week had ik het eigenlijk aangegeven, hè, dat we op dat niveau van die realized price zaten. Dus een fundamentele on-chain indicator. Eigenlijk de gemiddelde aankoopprijs van alle bitcoin in omloop. En daar waren we doorheen gebroken een beetje. En het was dan de vraag of we daar support op gingen vinden. Vorige week had ik al aangegeven dat ik de kans groter vond dat we wellicht dat niet ging lukken. En we zijn ook toevallig, sinds vannacht hebben we ook een daily close gehad, hè, onder die realized price weer. Dus ze zijn er eigenlijk weer terug onder. En op zich is dat niet zo gek, gezien ook de macro-economische situatie. Als we kijken naar deze week gaat er toch redelijk weer wat gebeuren. We krijgen morgen de renteverhoging waarschijnlijk weer 0,75 procentpunt van de Federal Reserve. Wat natuurlijk weer die risicomijdende markt dat toch blijft doorzetten. Ja. En we hebben dan donderdag krijgen we nog de cijfers van het bruto binnenlands product, het GDP. Cijfers van de Verenigde Staten, die gaan waarschijnlijk ook negatief vallen. Dus dat zou dan potentieel weer voor die een beetje de definitie van de recessies, twee opeenvolgende kwartalen negatieve cijfers bruto binnenlands product. En dus dat zit er ook heel waarschijnlijk in. Dus dat zijn nogal wat risicomijnende factoren, waardoor ik het niet zo gek zou vinden om te blijven schommelen tussen die 17.000 en 20 of 22.000 dollar, hè, waar die realized price dus nu op staat. Ja. Oké, ik wil je nog één uitspraak voorleggen van Plan B, ons Nederlandse Bitcoin-orakel. We horen geleidelijk aan wat minder van hem, maar hij liet onlangs weten dat het huidige prijspeil is een mooie koopkans, of alles is anders en de wereld gaat ten onder. Ja, ben je daarmee eens? Dat is wel een mooie. Ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Kijk, als je kijkt naar de cyclussen van Bitcoin, dan zitten we dus nu ook op zo'n niveau dat we dus onder die gemiddelde aankoopprijs zitten. Dat is eigenlijk in alle cycli voorheen is dat geweest. En we zitten dus eigenlijk op een heel gangbaar punt in die cycle. En ik denk eigenlijk dat we zitten natuurlijk nu een beetje in een andere macro-economische situatie. Maar eigenlijk is Bitcoin daarvoor gebouwd. Het is nog wat vroeg en wordt wel gezien als een risico-asset. Mm-hmm. Maar
Ik denk dat voornamelijk de lange termijn houders van Bitcoin, die hebben nog altijd heel veel overtuiging. Meer dan wellicht in andere cycli. Hè? Want voorheen was er nog echt het idee van Bitcoin is dood en dat gaat niks meer worden. Nu, ik denk dat mensen meer het gevoel hebben van Bitcoin gaat wellicht de komende maanden, of als we een recessie krijgen en hoe sterk dat die wordt, afhankelijk daarvan gaan we nog wat rond deze lagere niveaus blijven. Maar we gaan uiteindelijk wel een keer boven die 100k gaan. Of het nu binnen 2 of binnen 4 jaar is. Vroeg of laat? Vroeg of laat gaat het gebeuren. En ik denk dus dat daarom dat vertrouwen wel blijft. En dus dat minder mensen denken van dat Bitcoin dood is. Dus goed, dat is op zich positief. Ja. Dankjewel voor je commentaar. Blockchain-analyst Rational Root te vinden op Twitter als @rationalroot. Meer nieuws uit Amerika. Nu de Republikeinse Partij in Texas wil Texanen het recht geven om allerlei soorten geld legaal te bezitten en uit te geven. Of dat nou dollars, goud of digitale valuta zijn. Bepalingen hierover zouden in de grondrechten van Texanen moeten komen. De Bill of Rights. Dat heeft de conventie van de Republikeinse Partij in Texas besloten. Paul, waarom willen de Republikeinen in Texas deze stap zetten? Is het een belangrijke stap? Ja, Texas is natuurlijk een hele bijzondere staat. Het is de ene grootste staat na Alaska en de ene bevolkste staat na Californië. De negende economie ter wereld hebben we net nagekeken. 30 miljoen mensen of zo, dus het is een hele sterke staat. Maar ook heel erg onafhankelijk. De mensen die daar wonen zijn van oudsher onafhankelijk. Eerst was Texas onderdeel van Spanje, toen van Frankrijk, toen van Mexico. Toen natuurlijk de bloedige burgeroorlog. En uiteindelijk ze hebben echt een verleden van vrijgevochten lui. En ze hechten dus heel veel waarde aan hun individuele vrijheden, waaronder ook het recht om dat geld te gebruiken wat je zelf wilt op basis van vrijwilligheid. En in dat licht moet je dit zien. De vraag is even, hoe nuttig gaat het zijn? Want uiteindelijk berust het recht om de geldeenheid te bepalen en legal tender uit te geven, berust bij de federale overheid. Dus het is in die zin toch vooral voor de bühne, maar wel weer een teken dat Texas crypto serieus neemt. Ja, en wil je Bitcoin kunnen uitgeven of iets anders van die vele vormen van geld die je zou kunnen voorstellen, dan moet een ander het ook accepteren natuurlijk, hè? Ja, en die is ook vrij op allerlei manieren. En er wordt ook goud genoemd en er worden cash wordt ook genoemd. Dus allemaal van die zaken waar ook in Nederland veel mensen die geven om onafhankelijkheid en vrijheid het interessant vinden. Goud, cash, Bitcoin, dat wordt allemaal genoemd als van oké, dit moeten burgers gewoon kunnen gebruiken als ze dat zelf willen, zonder dat de overheid daar iets tegen doet. Zou dit Bitcoin wettig betaalmiddel maken, dat is voor mij een beetje vaag eigenlijk. Nee, dat kan Texas ook niet bepalen. Dus iedere keer als je dat leest, dan kun je dat met de kooltjes uitnemen. Dat berust bij de federale overheid. Ja, en Jasper, wat is volgens jou de betekenis van deze? Het is trouwens een wens, het is nog geen besluit, want de Republikeinse Partij verklaart het nu tot voornemen. Maar stel dat Texas zoiets zou doen, wat zou de betekenis zijn? Niet zo groot. Het is vooral een bepaling die ze willen opnemen, dat iedereen alle soorten valuta zelf, of die nou crypto zijn of anderszins, een goud en zo zelf mag houden en daarin mag handelen. Ja, daar is nu geen verbod op in de VS om dat te doen. Dus ze willen dat meer vastleggen in de grondwet om te voorkomen dat er in de toekomst ooit een verbod op zou kunnen komen. Dat is veel meer wat hier aan de hand is. Het is meer een politiek punt maken, ook richting de federale overheid. Kijk, ons is onze onafhankelijkheid pakken en wij gaan voor de vrijheid van onze mensen opkomen, dan dat er in de praktijk iets verandert. Het enige wat echt substantieel wat zou veranderen, wetgeving hieroverheen, is inderdaad als het gaat over het maken van een wettig betaalmiddel. Dat betekent dat jij, als jij een vordering op mij hebt, dat ik die zou mogen betalen met crypto en dat jij daar geen bezwaar tegen kunt maken. En daar is op dit moment geen sprake van. Nee, zeker niet. Zelfs niet in Texas. Nee. Paul, Texas is zich al langer aan het profileren als het om crypto gaat. Hoe staat het daarmee? Ja, Texas die heeft een beetje een wedstrijdje met Arizona en Wyoming van wie is de meest crypto-vriendelijke staat. En dan heb je natuurlijk ook steden als New York en Miami met hele vocale burgemeesters die ook heel erg positief zijn over crypto. Maar goed, Texas is thuis van heel veel miners. Vanuit China zijn er heel veel miners
naar Texas gegaan toen we daar die exodus hadden, omdat het verboden werd in China. Amerika is nu heel erg belangrijk als het gaat om mining. En met name Texas. Bijna 40% van de hash rate komt nu uit de Verenigde Staten. En Texas speelt daar een belangrijke rol. Texas heeft wel een zwak elektriciteitsnetwerk. Daar zijn nog steeds wel zorgen over. Van oké, als crypto mining bijvoorbeeld te groot wordt in Texas, wat voor gevolg heeft dat dan? Ze zijn ook wat dat betreft het aan het wegen. Hè? Ja. Als er een hittegolf is en de airco's zijn nodig, dan doen de miners een stapje terug. Is ook gebeurd onlangs. Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel initiatieven om juist nieuwe wind- en zonneparken in gebruik te nemen, waarbij een proof-of-work mining juist kan fungeren als een soort van stabilisator. Als er te veel capaciteit is, kan het worden omgezet in rekenkracht en bitcoins. Ja. Okay. Maar het past wel, het bericht vanuit de Republikeinse Partij past wel heel erg in de lijn, in de visie van wat Texas wil zijn binnen de wereld van crypto. Ja. Oké, we gaan na deze uitzending gaan we een podcast opnemen waarin we gaan discussiëren met Jasper Luckese hier. Over crypto en macro-economie. Kun jij in het kort uitleggen hoe jij als macro-econoom bitcoin ziet, Jasper? Ja, dus crypto en bitcoin is natuurlijk als een vorm van crypto, is eigenlijk een bubbel. Dat klinkt dan direct als een zebra en een piramidespel. Maar wat het meer economisch is, het is een prijsontwikkeling die gedreven wordt zonder duidelijke fundamentele waarde op dit moment. Er zijn allerlei verwachtingen. Intrinsieke waarde op dit moment. Dat maakt crypto nog niet iets slechts per definitie. Want het fiat geld heeft eigenlijk dezelfde soort eigenschappen. Staatsschuld heeft dezelfde soort eigenschappen die je nu hebt. Delen van de huizenmarkt kennen ook bubbeleffecten. Maar dat betekent wel dat je eenzelfde soort regulering op crypto zou moeten toepassen. Ja. Als dat je nu doet op andere financiële assets. Oké, dat lijkt me een prachtig uitgangspunt voor de discussie die we straks gaan voeren. Leuk. En tot zover de CryptoCast op BNR. Dus vond je deze aflevering leuk, dan kun je luisteren naar de AIX-factor op BNR. Ook een programma over investeren en beleggen. Bedankt mijn gast Jasper Luckese en ook co-host Paul Buitink bedankt. Wie meegaat naar die super interessante podcast, tot straks. Wie het hierbij laat, dat is ook goed. Bedankt en heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR. Welkom bij deel 2 van de CryptoCast nummer 230, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Je vindt het als de vorige aflevering met een A. Nu gaan we het hebben over bitcoin, fiat geld, bubbels en onze economie met mijn gast Jasper Luckese, macro-econoom en hoofdredacteur van vakblad ESB. Welkom. Ja, dankjewel. En mijn co-host is Paul Buitink, managing director van Holland Gold. Welkom, Paul. Hi, Herbert. Voor we beginnen het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheren van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. En als je graag naar de CryptoCast luistert, vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Tot zover de mededelingen. Jasper, aan gasten die hier voor het eerst komen, ze stellen altijd de vraag, hoe ben je ook weer in aanraking gekomen met crypto? Wanneer hoorde je daar voor het eerst van? Ja, in 2011 eigenlijk al. Dat is vroeg. Ja, maar daar heb ik helemaal niks mee gedaan. Nee, ik ook niet. ik ging de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Ik was een stuk aan het wandelen met een vriend. En die was een stuk technischer dan ik. En die vertelde eigenlijk meer over de technische aspecten van Bitcoin. Dat was allemaal net nieuw. En hij zei, ja, daar had ook iemand, volgens mij was het 2011 hoor, het kon 2012 zijn geweest, maar daar had ook iemand voor een paar duizend bitcoin een pizza laten bestellen. Dus het kon ook als geld gebruikt worden en zo. En dat zou nog eens heel groot gaan worden. Maar goed, dat was zo'n jongen die had altijd interessante technische verhalen. En ik heb dat toen niet al te serieus genomen. Jaren later, 2016 denk ik, gaf ik een college over financiële bubbels in Utrecht aan de universiteit. En toen dacht ik, die bitcoin, is dat nog eens wat geworden? Dus toen ben ik er opnieuw op gaan zoeken. En nou ja, waar het dus inderdaad voor 10, 20 cent verhandeld werd in 2000, dollarcent verhandeld werd in 2011, was het iets van $20 of zo uit mijn hoofd. Dus dat was echt fors meer geworden. Maar in de tussentijd was het ook veel
meer geworden en weer veel minder geworden. Dus ik had een perfect plaatje van een financiële bubbel en een crash. En die heb ik toen in mijn college aan mijn studenten gebruikt. En nou ja, daarna is de Bitcoin breder bekend geworden. En nu wordt het inderdaad voor ruim $20,000 verhandeld. Gevolgd sindsdien vooral. Ja, oké, helder. Je werkt bij vakblad ESB. Ja. Mag ik ook nog zeggen economisch-statistische berichten, of hebben jullie de puntjes weggehaald, zoals dat heet? Het heet economisch-statistische berichten, maar we zeggen vaak gewoon ESB, want begrijp ik. Economisch-statistische berichten is zo lang op de radio. Ja, esb.nu is de URL. Wat is de missie van het blad? Wat is jullie Inzicht bieden in de Nederlandse economie en argumenten voor Nederlands economisch beleid. Is echt wel op Nederland gericht, is ook Nederlandstalig. Het zijn allemaal inzichten die gebaseerd zijn op onderzoek. Dat kan academisch onderzoek zijn, maar het kan ook meer beleidsgericht onderzoek zijn. En we proberen eigenlijk academie, beleid en ook de markt op die manier bij elkaar te brengen. Ja. Je bent macro-econoom. Leg even uit, je hebt macro-economen, micro-economen, monetair-economen. Wat is de speciale taak van een macro-econoom? Macro-economen kijken naar de economie als geheel. Uh-huh. Macro is ook oud-Grieks voor groot. Ja. Dat betekent dat je kijkt naar entiteiten die de economie als geheel kunnen beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld de overheid of de centrale bank. Of economische sectoren, zoals bijvoorbeeld de huishoudens of de bedrijven. En natuurlijk kun je dat alleen maar doen op het moment dat je voldoende begrip hebt van hoe individuele huishoudens dingen werken. Dus je hebt die micro-macro-paradox daarin zitten. Het belangrijkste wat denk ik de macro-econoom onderscheidt is naast het kijken naar die macro-dingen, zijn algemene evenwichtseffecten. Dus het idee dat een individuele huishouden is, als de prijs omhoog gaat, dan koopt hij ergens minder van. Ja. Voor alle huishoudens samen, als de prijs omhoog gaat, dan kopen ze daar minder van, waardoor de prijs zich een beetje omlaag gaat. Dus die stopt niet met denken van de prijs gaat omhoog, ik koop minder. Nee, de prijs gaat omhoog, mensen kopen minder, de prijs gaat een beetje omlaag. Dus je hebt dan een compensatie-effect. En dat soort compensatie-effecten zie je in de economie als geheel overal terug. En dat vinden macro-economen interessant. En nu je dit zo zegt, moet ik onmiddellijk denken aan die eigenschap van Bitcoin, dat de vraag pas echt toeneemt als de prijs omhoog gaat. Daar is ook een woord voor. Hè? Er zijn bepaalde artikelen die dat hebben. Ik weet even niet meer wat het is. Jij misschien Griffin wel. Goods, denk ik. Griffin Goods. Ja, dat is, dacht ik, de Engelstalige term daarvoor. Dat zou kunnen. Oké. Okay. Griffin, ja. Maar wat is hoe plaats jij dat? We weten allemaal natuurlijk hoe het gaat. Stijgt de prijs van Bitcoin, dan krijg je publiciteit en zijn mensen op winst belust. Ja. Is dat algemeen zo bij dat soort goederen? Daarom heet ze ook Griffin Goods. Dus dat is bedacht door een econoom die heette Griffin. En die. Het klassieke voorbeeld zijn de zogenaamde zwarte parels, om dit aan uit te leggen. Parels zijn natuurlijk alle luxe goed, en parels zijn wit. En toen waren er uit een bepaald Pacifisch eiland kwamen zwarte parels, en die werden door die mensen op dat eiland als troep gezien. Want parels horen wit te zijn. Totdat er een of andere handige juwelier kwam. Die zei, maar wacht eens even, deze zijn super exclusief. Deze zijn zwart. En die ging ze niet voor een stuk tegen een discount verkopen aan zijn klanten. Want zijn zwarte parels, niet wit, weet je wel. Maar die ging ze gewoon fors duurder neerzetten. Ze zijn super exclusief, worden alleen maar op dit ene eiland gemaakt. Die zijn ook super mooi. Dit heeft eigenlijk niemand dit en dat. En toen merkte hij dat hoe hoger hij de prijs zette, hoe meer vraag er kwam naar sieraden gemaakt met zwarte parels. Juist. Given Goods was het. Want ik verstond een R, maar het is Given Goods. Ja, Given. Oké. Okay. Goed. Maar nu Bitcoin. Of crypto in het algemeen. Kun je in het kort samenvatten hoe jij crypto ziet als macro-econoom? Ja, dus ik kijk op een net iets andere manier naar crypto en de onderliggende blockchain-technologie natuurlijk dan naar crypto-munten als investeringsvehikel. Uh-huh. Eerst maar even die blockchain-technologie. Ja. Daar weten we gewoon
Daar wordt al jaren van geroepen, daar komt nog een keer een grote toepassing van. De toepassing tot nu toe sterren nog een beetje teleur. Maar ik hoop dat die toepassing er nog komt en dat het nog tot een hoop innovatie en groei en een hoop leuke mooie dingen gaat leiden. Mm-hmm. Dat is toch het eerste punt dat ik echt even wilde markeren. Ja, okay. Ja. Tweede punt, en dat is hoe ik er echt als macro-econoom naar Bitcoin kijk. En andere munten. Het is eigenlijk een... Ik zie dit als een bubbel, dus... daarmee bedoel ik dat er geen onderliggende fundamentele waarde is en dat de daadwerkelijke waarde vooral bepaald wordt door wat jij denkt dat andere mensen het waard vinden. Ja. Uiteraard zijn er wel verhalen waarom het wat waard zou moeten zijn. Hè? Als het ooit zo'n soort cryptomunt gebruikt wordt als valuta om in te betalen, dan is er een daadwerkelijke fundamentele vraag omdat het een probleem oplost voor mensen. En dan heeft het ook een daadwerkelijke grote waarde en dan kan die koers natuurlijk een stuk hoger zijn. Dat soort verhalen zijn er wel. Er zijn verhalen dat het een soort verzekering biedt tegen al te inhalige overheden die hun burgers willen uitknijpen, met name in landen met een minder sterke rechtsstaat dan Nederland. Mm-hmm. Maar de primaire prijs wordt eigenlijk gedreven door het idee dat iemand anders er later meer of minder voor wil betalen. En dat is het fundamentele element van een bubbel. Ja. Nou, denk je bij bubbel heel direct aan zeepbellen en piramidespellen. En inderdaad, piramidespellen is ook een bubbel, maar niet iedere bubbel is een piramidespel. Ja. Want ook in iets best wel saai als staatsobligaties zitten bubbelachtige effecten. Ja, je zei zelfs in het radiogedeelte van deze podcast, toen je deze discussie die we nu voeren aan het inleiden was, dat ook fiat geld en nog een andere markt noemde je, ben ik even kwijt. Staatsobligaties. Dat die ook dezelfde eigenschappen, dezelfde zeepbelachtige eigenschappen hebben als die je aan Bitcoin toeschrijft. Ja. Maar leg dat eens uit. In welke zin is dan fiat geld een zeepbel? Omdat we met z'n allen geloven in het feit dat die munten door anderen geaccepteerd zullen zijn. Dat wat ik bedoel. En dat die munten gebruikt worden om mee te betalen. Het vertrouwen ook, eigenlijk. Dus er zit dat vertrouwen onder. Maar ook de waarde die er nu aan toeschrijft. Is natuurlijk omdat je er nu iets mee kunt kopen, maar ook omdat als je het vasthoudt een tijdje, dat je er dan ook iets voor kunt kopen. Maar dan geef je het over een tijdje aan iemand anders. En diegene die accepteert dat dan over een tijdje, met het idee dat hij er een moment op een later moment, dat hij dat dan weer aan iemand anders kan slijten tegen ook ongeveer dezelfde reële waarde. En dat spelletje gaat natuurlijk eindeloos door. En dan is er aan het einde van de rit staat niemand. Want op een gegeven moment onze samenleving is op een gegeven moment ook gewoon eindig. Kan niet anders. Of er is een meteoriet, of we gaan allemaal naar de ruimte, of fysieke beperkingen bestaan niet meer. Dus iedereen weet dat aan het eind van de rit er een moment gaat zijn waarop geld waardeloos gaat zijn. Nou, dat gaat waarschijnlijk, als het een beetje mee zit, gaan wij niet meemaken, gaan onze achterkleinkinderen ook niet meemaken. Maar dat gaat wel een keer gebeuren. Dat betekent dat een puur rationeel iemand weet dat dat een keer gaat gebeuren, dus dat de waarde ooit nul is en dat diegene die daarvoor die munten koopt, of die valuta koopt, Als laatste koopt, die gaat dat dus niet doen. Ja. Of die gaat daar nul voor betalen. En dat betekent dat de voorlaatste ook nul gaat betalen. En die hele kring kun je terugbrengen naar nu. En dat betekent dat geld nu waardeloos is. Ja, weten we dan nu. Vragen, Paul. Eigenlijk een soort van je filosofische punt is dus dat alles is eindig en alles is in die zin een zeepbel, inclusief geld. Als je het gebruikt puur om het vast te houden. Want veel mensen hebben gewoon geld om dat later te kunnen uitgeven. Niet om het nu te kunnen uitgeven. Hè? En als je het daarvoor gebruikt, dan gebruik je het. Dan ga je ervan dat iemand anders het later ook om die reden gebruikt. En geld heeft nu wel degelijk natuurlijk een waarde dat je nu er een boterham voor kunt kopen, basically. En dat is ook wel een hele prettige bijkomstige waarde. En dat je, dat je transacties kunt doen en zo. Dus er zit ook wel een soort intrinsieke fundamentele waarde in nu. Maar er zit ook een bubbelcomponent in. En die bubbelcomponent zit in fiat geld op die manier. Maar die zit natuurlijk ook in staatsobligaties op die manier. En die zit ook in de huizenmarkt op die manier. Ja, en je gaf aan, in ons leven gaan we dat dan misschien niet meemaken, dat het huidige geldsysteem
eindig is. Onder hard geld mensen wordt Voltaire altijd aangehaald van oké, de intrinsieke waarde van fiat geld is uiteindelijk altijd nul. En er wordt ook altijd gewezen op het feit dat veel fiat geldsystemen een beperkte houdbaarheid hebben. We hebben natuurlijk Bretton Woods in 44. Toen gingen we zullen er langer meegaan dan 50 dus jaar. Niks in 71 zijn maar 40, 50 jaar. Dan is het tijd voor een nieuw regime, een nieuwe geldstandaard. Maar als ik jou zo hoor, verwacht jij niet op de komende generatie dat er fundamentele wijzigingen plaatsvinden in ons fiat geldsysteem? Of heb ik dat verkeerd gehoord? Nou, er gaat vast van alles gebeuren, maar dat is niet het punt wat ik probeer te maken. Dus het punt wat ik probeer te maken is, het gaat, als je maar ver genoeg in de toekomst kijkt, is het op een gegeven moment waardeloos. En dat betekent als je het rationeel helemaal terugredeneert, zou het ook nu al moeten anticiperen, zou het ook nu waardeloos moeten zijn. Doen we niet, want mensen willen nu ook investeren om in de toekomst wat uit te kunnen geven. En je hebt ook niks anders. Je hebt ook niet echt een alternatief. Ja. Dus mensen investeren om die reden ook gewoon in huizen, want ze willen een beetje rendement maken. Mensen zetten het wat veiliger vast in staatsobligaties, maar mensen houden ook gewoon cash aan. Ja. En dat is ook een argument waarom mensen crypto kopen. Ja, waar ik wel graag op wil ingaan is wat je daarnet zei, dat crypto in wezen geen eigen waarde heeft. Het wordt intrinsieke waarde of de waarde zou dus in feite nul zijn. Die discussie hebben we hier geregeld. Ja. En daar wordt dan onder andere over gezegd door bijvoorbeeld Bert Slachter. Ja, wacht eens eventjes. Dat is wel een hele makkelijke westerse manier om erover te denken. Ja. Als je leeft onder een niet capabele regering, dan denk je daar misschien anders over. Want die heeft een nationale valuta waar ze niet fatsoenlijk voor zorgen. En dan is crypto, en in casu in de praktijk meestal bitcoin, is het enige waar je wel houvast aan hebt. Nou, mensen houden ook gewoon dollars aan, hè? Bijvoorbeeld, als je in Nigeria woont, kun je ook Amerikaanse dollars aanhouden, bijvoorbeeld. Ja, ja, en die is onderhevig aan bijdrukken, bijvoorbeeld. Sure. Maar toch, de dollar is geapprecieerd, ondanks dat er bijgedrukt wordt nu. Nou, een hele andere discussie, maar dus bitcoin is één van de manieren om dat op te lossen. En het heeft daar wel degelijk enige waarde. Ik geloof dat ik dat ook aan het begin van dit gesprek gezegd heb. Okay, ja, je zei inderdaad, er zijn verhalen, maar je deed het wat mij betreft voorkomen alsof het verhalen zijn die en geen feiten. Worden, ja. Nou ja, ik vind dat ik heb dit gesprek ook met Bert gevoerd. Hij heeft een punt dat bitcoin een mogelijkheid buiten het reguliere geldsysteem om heeft om waarde aan te houden en mee te nemen naar de toekomst. Wat een belangrijke eigenschap is van een investeringsgoed. Maar dat werkt natuurlijk alleen doordat die overheden de boel niet goed op een rit hebben. Dus op het moment dat die overheden de boel wel goed op een rit hebben, dan zou de bitcoin ook weer in waarde moeten dalen of niet meer relevant of praktisch moeten zijn. Dus het is wel een soort verzekeringsmechanisme, maar het is verschrikkelijk lastig om daar een harde prijs op te plakken wat hem dat nou precies waard is. Maar zo'n goed punt, want het feit dat centrale banken nu rentes aan het verhogen zijn, waardoor bitcoin in waarde en prijs daalt, dat is inderdaad in lijn met wat jij zegt. Dus mensen zien bitcoin als een oplossing voor wanbeleid van overheden. Maar op het moment dat de autoriteiten het monetaire beleid proberen te verbeteren in die zin, rentes te verhogen, dan zie je dat bitcoin daar dan last van heeft als verzekeringsinstrument. Nou ja, andere alternatieven worden fiat geld aanhouden wordt gewoon interessanter op het moment dat de rente hoger is. Dus dat betekent dat alternatieven voor fiat geld minder interessant zijn. Wat ik dan wel aan je wilde vragen, ten aanzien van de zeepbelvorming. Het bijzondere van bitcoin is dan wel dat het een zeepbel is die iedere keer weer opnieuw wordt opgeblazen. Als je dat vergelijkt met een tulpenbollen manie of andere manie, was het vaak een eenmalige zeepbel en klaar. Maar het feit dat bitcoin iedere keer dood met wordt verklaard, consequent hogere bodems. En weer opstaat als een phoenix uit de as. Dat heeft mij altijd als bitcoin gelover gebruiker houvast geven. Nou ja, uiteindelijk haken er toch wel weer iedere keer meer mensen aan en zie je steeds mensen de waarde in die we net beschreven hebben. Hoe zie jij dat patroon dan van dat die zeepbel iedere keer dan opnieuw wordt opgeblazen? En is dat hebben we dat vaker gezien in het verleden? Om nog even nog een quote van Slachter tegenaan te gooien. De steeds hogere bodems, dat is het signaal. De volatiliteit is gewoon de ruis. Ja, zo kun je hem zien.
Je ziet wel dat de koers iedere keer stijgt op het moment dat er een nieuwe groep investeerders instapt. Ook dat is natuurlijk op een gegeven moment eindig. Want op een gegeven moment dan zit iedereen die er enig interesse in heeft erin. Dus er zit natuurlijk wel een eind in die zin. En dat neemt ook weinig... Dat laat ook onverlet dat die mensen natuurlijk instappen... Met het idee het later voor meer geld weer aan iemand anders te kunnen verkopen. Dus er zit wel wat de economen soms een beetje gekscherend... de greater fool theory in. Mm-hmm. Het idee, I'm a fool, but I'm going to sell it to a greater fool later on. Dat idee zit daar natuurlijk wel achter het idee dat je... Je hebt wel op een gegeven moment voldoende nieuwe greater fools nodig. Dus als je voorraad greater fools op is, dan houdt het ook wel een beetje op. Hoe verklaar je dan dat, bijvoorbeeld kijk naar goud... heeft de afgelopen duizend jaren zichzelf ontpopt... tot een wereldwijde reserve. Die kan aan worden gehouden, centrale banken, individuen. Die greater fool theory is daar op een gegeven moment... dan ook toch opgehouden of opgedroogd. En op een gegeven moment is het een soort van stabiele... geaccepteerde asset wereldwijd geworden. Waarom kan Bitcoin niet datzelfde pad volgen? Ja, dat zou kunnen. Maar dat staat dan toch haaks op je greater fool theory? Of is dat dan een soort van... Nee, maar dan is natuurlijk wel die stijging eruit. Ja, oké, okay, maar dan hoef je niet meer in te klappen. Dus dan de laatste zeebel is dan uiteindelijk geen zeebel. De laatste fase zou dan een soort van opblaasfase zijn... en vervolgens gewoon een constant op dat level, min of meer. En natuurlijk met wat fluctuaties. Ja, niemand dat bitcoin zich blijft vertienvoudigen, hè? Dat begrijpt iedereen. Niemand die goed bij zin is, beweert dat. Nou ja, er zijn twee verschillen, denk ik, met goud. Goud heeft een aantal... concrete toepassingen. Er zijn een aantal industriële toepassingen voor goud. En het wordt ook gewoon gebruikt als in voor sieraden en zo. Ja, maar dat is vooral voor waardeopslag. En de gemiddelde Indiaanse familie die houdt 24 karaat aan. Niet omdat ze het zo mooi vinden, maar omdat het gewoon opslag van vermogen is. Ja, ik weet niet. Er zijn ook voldoende mensen die een trouwring hebben... omdat ze dat mooi vinden van goud. Nee, tuurlijk. Maar dat is ook... Ja. Veel mensen wereldwijd... En goud heeft daadwerkelijk industriële toepassing... Ja. In katalysatoren, in grote industriële processen. Als je goed bent geïnformeerd, dan is dat verantwoordelijk... voor 10% van de marktprijs. De monetaire premie is natuurlijk het gros van de prijs. Is de monetaire premie. Nee, sure. Dus, maar dat speelt mee. Zoiets zie ik bij Bitcoin en crypto op dit moment niet. Er zijn vooral, ik noem het maar, lastig te substantiëren verhalen. Het tweede is eigenlijk... Die andere 90% van goud is natuurlijk ook zo'nzelfde soort bubbelachtige werking wat de Bitcoin heeft. Hè. Dat heb ik nooit bestreden. Mm-hmm. Dus het feit, dit is alleen Bitcoin is alleen bijna voor 100% zo'n bubbelachtige werking. Waarbij goud zou je kunnen zeggen, of jij dat nou 90% noemt of 50%, dat is een beetje lastig te zeggen. Nee, zeker. Een huizenmarkt, huizen hebben een intrinsieke waarde, biedt een dak boven je hoofd, is handig als het regent. Maar er zit ook wel degelijk een speculatiecomponent in. En ik denk dat iedereen die actief is op de huizenmarkt... of af en toe iedereen die zelfs maar af en toe op Funda kijkt, die snapt dat wel. Ja. Maar kan het zijn dat als het gaat om intrinsieke waarde... Hè, ik neem die termen, jij gebruikt hem niet zoveel... maar ik neem die termen even over van andere economen. Nee, prima hoor. Dat er elementen zijn die daarin nog worden gemist. Want als het om bitcoin gaat, dan heb je ook bijvoorbeeld het netwerkeffect. Hè. Hoe meer mensen het gebruiken... hoe meer mensen het dan ook waardevol kan zijn. Ja. Er is het effect dat mensen bezig zijn dat te ontwikkelen. Naarmate die technologie verder vordert... Ja. Dat zie je bij Bitcoin. Het is onlangs een Lightning Network aan toegevoegd... waardoor het allerlei defecten in feite gerepareerd zijn. Neemt de waarde daarvan toe, nemen de gebruiksmogelijkheden toe... en neemt dus ook de marktprijs toe. Ja, dat soort dingen zitten niet in hoe economen traditioneel denken over intrinsieke waarde. Want dan denken ze aan een bedrijf en patenten en medewerkers en contracten en dat soort zaken. Ja, nee, dus die netwerkexternaliteiten, dat zit wel degelijk in het traditionele denken over geld. Want geld heeft pas waarde op het moment dat... als betaalmiddel op het moment dat het voldoende breed geaccepteerd wordt. Dat is de essentie van deze netwerkexternaliteit. Nee, dus als je dat als
Dus als betaalmiddel geldt die netwerkexternaliteit heel sterk. En als investeringsvehikel heb je het ook een klein beetje nodig. Want als niemand weet wat een bitcoin is, dan wil ook niemand die bitcoin van je kopen. En dan is het ook als investeringsvehikel waardeloos. Nou, dat is wel goed opgelost. Mensen weten wel wat het waard is en kopen het gewoon. Maar als geld heeft het een aantal andere eigenschappen waardoor het daar nu op dit moment niet zo geschikt voor is. Zelfs al is het breder beschikbaar. Dat zou opgelost kunnen worden, maar dat zou een intrinsieke waarde kunnen opleveren in de toekomst, denk ik. Dat valt in de categorie wat ik noem verhalen. Het tweede effect wat jij noemt, is dat Bitcoin een financieringsbron biedt voor allerlei techneuten om aan de blockchain te knutselen, om allerlei dingen te ontwikkelen waardoor je tot nieuwe innovaties en toekomstige eventueel toekomstige toepassingen kunt komen. Dat is wat economen, denk ik. Misschien heb ik je verkeerd begrepen, hoor. Want je kijkt een beetje. Ja, nee, ik bedoel niet Bitcoin als financieringsbron voor mensen die daar, dat ze op een of andere manier daarin komen. Ja, maar dat is een hele goede positieve externaliteit, hè? Ja. Dat is. Dat leidt niet tot de waarde van Bitcoin. Dat leidt niet tot de waarde van Bitcoin. Dat leidt ertoe dat mensen allerlei nieuwe toepassingen gaan ontwikkelen doordat Bitcoin er is. En dat is een reden om positief naar Bitcoin te kijken. Maar dat gaat niet tot de fundamentele waarde van Bitcoin leiden. Ik denk het wel, omdat het toenemen van gebruiksmogelijkheden helpt de vraag te vergroten. Bijvoorbeeld Lightning heeft de betaalmogelijkheden verbeterd. Daardoor is het nuttiger om Bitcoin te hebben. Dat kan zijn effect hebben op de prijs. Nee, sure. En dat leidt tot versterking van het eerste van die netwerkexternaliteiten, denk ik. Dat is waar, ja. Wat je hiermee hebt, is dat mensen bekend raken met de Bitcoin-technologie, daar een beetje zelf aan knutselen, tot nieuwe toepassingen komen. En dat kan tot nieuwe toepassingen ook leiden buiten de Bitcoin zelf. Dat kunnen andere munten zijn, dat kunnen andere technische toepassingen zijn voor allerlei maatschappelijke problemen die we nu nog niet kunnen voorzien. Maar daarvoor biedt Bitcoin ook een deel van de financiering. Maar dat is een positieve externaliteit. Waar ik zelf nog vaak tegenaan loop is dat gevoelsmatig hebben de meeste economen wel een beetje een blinde vlek voor de mogelijkheden die decentraal geld ons bieden. Als je bijvoorbeeld kijkt in de Verenigde Staten, zijn heel veel economen in dienst van de Federal Reserve. Uh-huh. Dus die hebben er ook belang bij om te beschermen dat wat bestaat. In Nederland praat ik vaak met bankeconomen. En die zijn ook vaak groot voorstander van het idee dat commerciële banken geld scheppen uit het niets. Dus bij gewone economen zie ik ook een beetje dat idee dat ze vooral de bestaande modellen beschermen die geen rekening houdt met iets als decentraal geld. Die gaat uit van de overheid die geld schept via een centrale bank, een commerciële banken. In hoeverre is er misschien sprake in jouw professie? Daarom wat positiever staan tegenover fiat geld. Om juist die reden. Je hebt ook wel degelijk dat centrale banken zeggen, wij zijn er voornamelijk voor de stabiliteit van het systeem. Niet per se voor de winsten van de bankensector, maar wel voor de stabiliteit van het systeem. Het huidige systeem werkt qua betalingsverkeer best wel goed, in ieder geval in Europa. Waarom zouden we daar moeilijk over doen? Waarom zouden we dat gaan veranderen? Dus conservatieve krachten, om het zo te zeggen, die bestaan wel degelijk. Overigens, dat veranderen, dat is niet eens per se noodzakelijk. Hè? Een alternatief daarnaast toelaten, dat is meer waar het om gaat. Ja, nou is het natuurlijk wel de waarde van één valuta waarmee je kunt betalen, elkaar op kunt vinden. En dat verlaagt wel degelijk de transactiekosten enorm. Mm-hmm. Dus dat je een default hebt hier is denk ik gewoon standaard, economisch gezien heel waardevol. Mm-hmm. Wat mij onvoldoende duidelijk is, en ik denk dat veel economen met mij hebben, is wat nou welk probleem nou die decentrale munten precies, of die decentrale betaaloplossingen precies oplossen. Ja, heel veel. Laten we beginnen. Bijvoorbeeld, kijk naar wat we nu hebben in het huidige systeem, waarbij de dollar de koning is en heel veel andere landen afhankelijk zijn van het beleid van de Fed. We hebben natuurlijk nu weer een crisis, een opkomende markt. Mm. Dollarleningen niet kunnen worden terugbetaald. Dus onze huidige setup van het huidige systeem werkt niet voor heel veel mensen. Het werkt misschien tijdelijk voor de Verenigde Staten, maar op lange termijn ook niet. Nou, kijken we naar de euro, zien we ook allerlei problemen weer terugkomen. Een tweede eurocrisis is in de maak. Daarom heeft natuurlijk de ECB weer een nieuw programma ontwikkeld.
ontwikkeld, TPI, To Protect Italy. dus de systemen die we nu gebruiken, of het nou het dollarsysteem is, het eurosysteem, heel overduidelijk zijn er allerlei problemen mee. En is het interessant om te kijken of nieuwe oplossingen dit kunnen gaan verhelpen. En dat is het interessante aan decentraal geld. Dat het mogelijkerwijs de wereld in staat stelt om beter met elkaar zaken te doen. Zeker in een nieuwe wereld waarbij grenzen vervagen en iedereen online is, is het logisch dat dit soort dingen worden ontwikkeld buiten de status quo om. Ja, kijk, de problemen die jij schetst, die zie ik ook. En die zien heel veel economen ook. Dus er bestaat een hele stroming die zegt, Amerika heeft een, in het Engels wordt dat exorbitant privilege genoemd. Amerika kan gewoon de negatieve kanten van zijn monetaire beleid exporteren naar de rest van de wereld. De euro als gemeenschappelijke munt voor, ik geloof inmiddels 20 landen, werkt niet voor alle landen even goed. Ik bedoel, al die problemen die zijn denk ik gewoon bekend. Dat je daarnaast zijn er natuurlijk microbetaaloplossingen die niet in alle landen even goed werken. En daar zou een decentrale of een in-platform currency een oplossing voor kunnen zijn. Dat zie ik dan nog net wel. Wat is jouw oplossing dan als voorman van ESB? Ik zie dat er wat verbeteringen binnen het systeem mogelijk zijn. Maar ik zie niet. Ik zie ook best wel grote nadelen aan ieder land in Europa zijn eigen munt bijvoorbeeld. Of iedereen zijn eigen munteenheid. Waardoor ik niet precies zie hoe die decentrale oplossingen nou de problemen die jij noemt gaan oplossen. Dus ik zie de problemen, maar ik zie niet hoe decentrale munten die problemen nou gaan oplossen zonder nieuwe, grotere problemen te creëren, eigenlijk. Ja, ja, kijk, daar kan je natuurlijk over debatteren. Maar als je als probleem ziet bijvoorbeeld dat, en dat zien veel mensen, dat het huidige monetair beleid te elastisch is, is het prettig als je daar een harde digitale munt tegenover kan zetten en die in gebruik kan gaan nemen. We hebben natuurlijk een hele volatiele bitcoin gezien de afgelopen jaren, maar dat idee van oké, de overheid is misschien geen goede bewaker van ons geldsysteem, want uiteindelijk als het erop aankomt, geven ze te makkelijk geld uit en is het elastisch, zoals je ook in de euro ziet, of het nou via de ECB is of via de nationale overheden zelf. En zoiets als bitcoin, of een variant daarop, kan een stukje discipline geven in het monetaire systeem. Zou dat een oplossingsrichting dan zijn via crypto, dat het geldsysteem wat meer wordt verankerd? Nog even een antwoord van Jasper en dan wil ik een ander onderwerp gaan aansnijden. Ga je gang, Jasper. Ja, iedere crypto munt die eigenlijk niet het aanbod van geld kan aanpassen, gaat denk ik nooit vliegen als munteenheid breder. Dus Bitcoin als beleggingsvehikel zie ik absoluut waarde hebben. Je heeft alleen maar naar de koers te kijken, zeg maar, dan weet je dat het een waarde heeft. Bitcoin als bredere eenheid voor transacties en cryptomunten die daarop gebaseerd zijn als bredere eenheid voor transacties zie ik niet zitten, omdat hoe kritisch je ook bent op een centrale bank, ze verruimen het aanbod van geld op het moment dat er meer behoefte is aan geld. En ze verkrappen het aanbod van geld op het moment dat er minder behoefte is aan geld. Waardoor de prijzen relatief stabiel blijven. We hebben in Europa nu 8-9% inflatie. Dat is best veel. Maar we hebben jarenlang net geen 2% inflatie gehad. Wat eigenlijk gewoon ontarget keurig is, als je het mij vraagt. Dus ik. 2% inflatie is vervelend, maar ja, misschien moet je dan maar gewoon met je baas praten over meer loon, zeg maar. En daar een beetje mee proberen te dealen. Okay. Eén ding wat ik je nog heel graag wil voorleggen, uit de meer extreme hoek aan de andere kant, is Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau, die vorig jaar voorstelde, laten we bitcoin maar eens gewoon verbieden. Want het is alleen maar ellende. Het brengt alleen maar ellende. Wat vind jij daarvan? Nou, het is misschien meer een maatschappelijk dan een puur economische opvatting, maar ik zie, maar laat ik toch proberen als econoom te brengen. Kijk, bitcoin heeft voornamelijk een bubbelcomponent, zoals ik eerder gezegd heb. Maar dat hebben andere dingen ook. Dat hebben staatsobligaties ook, dat heeft fiat geld ook, dat heeft de huizenmarkt ook. En we verbieden die dingen allemaal ook niet. Dus ik zou om principiële redenen niet echt zien waarom je nou bitcoin zou moeten verbieden. Wel zijn er
een aantal evidente maatschappelijke belangen die je goed moet borgen. Je hebt mensen die kunnen gewoon onvoldoende met goed met geld omgaan. Dus er is een bepaalde zorgplicht voor een bepaalde groep mensen. Je hebt mensen die op basis van... Bij de crypto is dat veel gebeurd. Die producten aanbieden die dan niet blijken te kloppen. Dan gaat dat vandoor. Dus dan gaan die er met een geld vandoor. Kun je zeggen, oplichters zijn op elk terrein actief. Ja, dus precies. Ook op het terrein van crypto. Ja, precies. Maar als je als consument van dat soort producten niet goed kunt zien hoe die producten eruit zien, dan heb je een regulerende instantie nodig die daar wel degelijk ziet dat die dingen er oké uitzien. Dus dat is een sterke casus voor regulering. Zeker. En daarnaast heeft crypto gewoon bepaalde negatieve effecten en bepaalde positieve effecten die je moet inprijzen in termen van de negatieve effecten, of die je moet stimuleren in termen van de positieve effecten. Dus je hebt de eindeloze discussie over het energieverbruik van crypto. Daar zul je hoe dan ook iets mee moeten in de prijsstelling van crypto. Dus daar zul je hoe dan ook wat regulering op toe moeten passen, denk ik. Bedoel je dat negatieve milieueffecten ingeprijsd zouden moeten worden op een of andere manier? Ja, tuurlijk. Zoals je dat ook bij vlees, bij wijze van spreken, zou moeten doen? Ja, nee, precies. Ja. Dus er zijn al... Je zult die vervuiling het CO2-beslag moet je opnemen. Ja, je zult, dat zou in brandstofkosten moeten zitten. Dat zou een beetje raar zijn om het in de prijs van een crypto te verdisconteren. Nee, dat zou je waarschijnlijk in de prijs van transacties moeten verdisconteren. Stel je voor dat een exchange een belasting gaat heffen op een aankoop en dat het wordt afgedragen aan de staat of zo? Of dat ze daarvoor CO2-certificaten zouden moeten kopen. Voor de CO2 die dat uitstoot. Of dat je, als het in het buitenland gebeurt, dat je die CO2-vervuiling invoert via een Carbon Border Adjustment Mechanism. Maar nog even, als het in brandstof kost, want miners kunnen milieuvriendelijke energiebronnen gebruiken. Of minder milieuvriendelijke. Als het in de prijs zit van die brandstoffen, dan is daarmee alles toch gewoon geregeld. Ja, maar dan moet het natuurlijk wel aan die prijs zitten. Je kunt aan een bitcoin niet zien met wat voor energiebron die gemined is. Nee, maar dan moet dat wel natuurlijk afgedwongen worden, dat het of in de prijs moet zitten of er moet een belasting bovenop. Dus die discussie moet je wel, denk ik, voeren. En daarnaast geldt, maar dat geldt voor alle producten met een bubbelwerking, dat investeren erin eigenlijk afleidt van investeren in wat hij heet de niet-financiële sector. Dus dat zijn gewoon bedrijven die diensten aanbieden, die daadwerkelijk producten maken die we daadwerkelijk consumeren op dit moment. De financiële sector leidt zelden, investeren in de financiële sector leidt zelden tot groei. Investeren in daadwerkelijke fabrieken en bedrijven die diensten aanbieden leidt wel tot economische groei en tot een maatschappij die welvarender is over het algemeen. Ja. Dus er is wel degelijk een reden om heel kritisch te zijn ten opzichte van groei van de bitcoin sector. Maar diezelfde reden zou je heel kritisch moeten zijn op groei van de financiële sector. Als zodanig. Ja, dat begrijp ik. Nog één ding wat ik je heel graag wil voorleggen voordat we sluiten. Dat is bitcoin als wettig betaalmiddel in landen als El Salvador en de Centraal-Afrikaanse Republiek Panama trouwens ook. Heb jij daar een mening over? Vind je dat goed of slecht? Of ben je daar neutraal in? Ik denk dat het vooral een hoop instabiliteit biedt voor mensen met toch al een hele beperkte portemonnee in die landen. Dus daarom heb ik het daar een beetje mee te doen met die mensen. Dus op die manier zou ik dat niet heel fijn vinden, denk ik. Sta ik er niet heel erg om te springen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, dat zo'n experiment in een land gedaan wordt, daar leren we natuurlijk wel enorm veel van. Ook over hoe valuta werkt, over hoe de monetaire economie werkt, over hoe crypto werkt. Dus als academicus is dat natuurlijk wel interessant om naar te kijken. Ja, ja, als een soort experiment in het wild. Nou ja, ja, op dezelfde manier dat de euro natuurlijk gewoon een muntunie is van 20 economieën die allemaal net onvoldoende op elkaar lijken. Dus dat je ziet dat niet goed gaat, is dat natuurlijk, als je dat onderzoekt als econoom, super interessant. Zo'n schuldencrisis.
Maar ja, je zou maar in Griekenland wonen en je inkomen gaat 30% al achteruit. Ja, dan ben je toch gewoon niet heel blij. Ja, en heeft dat experiment in El Salvador al gegevens opgeleverd waar je wat mee kunt of nog niet? Nog niet, nee. Nee. Oké. Okay. Nou, dan laten we het hier. Er zijn veel dingen nog blijven liggen waar ik heel graag nog met je over zou willen praten. Dus ik stel voor dat je nog een keer terugkomt. Oké. Okay. En dan discussiëren we verder met Paul Buitink als co-host. Graag, of met een ander. Zullen we kijken. Het scheelt om een vervolg. Want ik heb nog 100 vragen. Maar wij zitten vandaag wat krapper in tijd. Dus ik vond het erg interessant. Maar het is zeker leuk om nog een keer door te praten. Precies. Ja. Okay. Dus Jasper Lekezen, macro-econoom, hartelijk dank. Hoofdredacteur ook van Economisch Statistische Berichten. Paul Buitink was mijn co-host. Jij ook heel hartelijk bedankt. Als je de Cryptocast leuk vindt, luister dan ook een keer naar de AIX-factor op BNR. Ook een programma over investeren en beleggen. En zet de Cryptocast van volgende week in je agenda, want dan hebben we een gesprek met niemand minder dan Tuur de Meester, die eigenlijk geen introductie nodig heeft, maar een bitcoiner van de eerste uur in elk geval. En dat zal gaan over de Bitcoin bear market. En Paul Buitink is er dan weer bij trouwens. Ja, zeker. Zie ik in mijn draaiboek staan. Mooi, volgende week. Als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan met de volgers op Twitter. Gebruik dan de mention @CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. En iedereen bedankt. En graag namens de redactie van de Cryptocast. Tot volgende week. Dag.